Afgelopen nacht lag in heel het land de temperatuur onder 0 graden. Er was bijna sprake van strenge vorst. Daar spreken we van als de minimumtemperatuur onder min 10 graden uitkomt. Het koudste plekje was het vliegveld bij Enschede met min 9,4 graden. Scheelde dus een paar tienden. Maar ook komende nacht is er nog kans op die strenge vorst. En na een nacht hard doorwerken kon op sommige plaatsen de ijsbaan geopend worden. Zoals hier in Winterswijk, waardoor Bart Vreugdeheel vanochtend een poging werd gedaan voor een nieuw wereldrecord. Dat het koud was, staat dus wel vast. Maar toch waren er wel wat contrasten in het weerbeeld te benoemen. In het zuiden van het land was namelijk nog redelijk wat bewolking aanwezig. Ik kreeg deze foto toegestuurd uit Limburg. Daar toch een vrij grijs plaatje, maar wel nog met dat mooie landschap, met dat rijp op de bomen en op de weilanden. Maar een groot contrast met bijvoorbeeld dit plaatje uit Gelderland, waar een strak blauwe lucht werd vastgelegd. Wel nog even oppassen voor gladheid de komende dagen. We zien hier op de foto de weg over de dijk wat wit uitslaan door de vorming van rijp op het wegdek. Nou, die bewolking in het zuiden van het land, dat hangt samen met een storing die eigenlijk redelijk ver bij ons vandaan ligt. Die trekt over het zuiden van Engeland en over Frankrijk. Maar aan de flanken van die storing bevindt zich veel hoge bewolking. Soms kan de zon daar nog aardig doorheen schijnen. Maar als die bewolking wat lager komt, komt de zon daar toch wat moeizamer doorheen. En we zien dat een beetje blijven slepen boven België en dus de zuidelijke helft van ons land. En wat er ook nog in de tussentijd gebeurt, is dit lage drukgebied die naar het zuiden komt afzakken. En dat betekent dat vooral in de kustgebieden, ook in het noorden van het land, de kans op een winterse bui gaat toenemen. Dat de stroming ook wat gaat veranderen. En met die temperaturen die zo rond het vriespunt schommelen, kan zo'n winterse bui die wat dieper landinwaarts komt ook voor spekgladde wegen zorgen. Dus een hoop gebeurt er. Die bewolking in het zuiden, die buien vanuit het noordwesten. Dus we hebben een interessante winterweek voor de boeg. Dan nog eventjes naar vanavond en vannacht, want er is opnieuw kans op strenge vorst. We zien dat verschil met die bewolking ook mooi terug hier in de weersymbolen. In het zuiden van het land is die bewolking dus wat hardnekkiger. Dat remt die temperatuurdaling ook een beetje. In de zuidelijke provincies lichte vorst met minimumtemperaturen rond min 3 of min 4 graden. Terwijl in het noorden van het land, daar blijft het helder. Kan misschien een ondiepe mistbank ontstaan en daar kan die temperatuur onder die heldere hemel in rap tempo omlaag gaan. In Groningen, Drenthe, delen van Friesland min 8 graden. Maar lokaal kan het daar misschien wel kouder worden. En in die gebieden is dus de grootste kans op die strenge vorst. Nou, morgen overdag zal de dag dus koud van start gaan. En dat contrast tussen het noorden en het zuiden, dat houdt ook wel een beetje stand. In het noorden lang koud dus, maar wel met de meeste zon erbij. En ook in het zuiden van het land, als die hoge bewolking niet al te dik is, kan de zon daar nog wel aardig doorheen schijnen. Temperatuur schommelt een beetje rond het vriespunt. Aan de kust is het iets zachter met zo'n 2 graden boven nul. En later komen dus vanaf de Noordzee die buien aanzetten. En ook donderdag maakt het noordwestelijk kustgebied nog kans op die winterse buien. En we zien ook dieper landinwaarts de temperatuur geleidelijk wat oplopen. Overdag boven nul, in de nachten onder nul. Luchtvochtigheid blijft daarbij redelijk laag, dus dat zal de ijsvloer nog niet al te veel aantasten. En op vrijdag zien we ook nog die noordwestenwind. Ook dan weer overdag temperaturen boven het vriespunt. En pas vanaf zaterdag dan gaat het echt weer zachter worden en stijgt ook de kans op wisselvalligheid.